het is een bewogen seizoen geweest. Het is een moeilijk seizoen geweest voor Cambuur. Moeilijke start, trainerswissel. Uiteindelijk kunnen we concluderen dat met het behalen van de kwartfinale van de beker en ook uiteindelijk de play-offs, dat het goed is voor Cambuur. Dat dat ook past bij de club, dat we daarin gaan spelen. Dat vergoedt niet het hele seizoen met alle plus en minnen die we meegemaakt hebben. Maar uiteindelijk spelen we wel play-offs de komende weken. Dat is een kans voor de club, een grote kans voor Cambuur. Die moeten we met beide handen aangrijpen. Vorig jaar hadden we een heel goed seizoen. Zijn we derde geëindigd met een enorm puntenaantal. Gingen we als grote favoriet de play-offs in. Dit jaar komen we wellicht als Dark Horse de play-offs in. En eens kijken hoe we daarmee omgaan. We weten als geen andere in Leeuwarden hoe play-offs kunnen gaan leven. Daar moeten we met z'n allen, zowel supporters, sponsors, spelers, trainers, directie, medewerkers, iedereen moeten achter gaan staan om dat beste uit te persen wat er uit te persen valt. En daar hebben we dan ook alle vertrouwen in. Ja, het is een hele belangrijke periode voor de club. Eigenlijk ieder jaar in deze maanden april, mei, juni. Het zijn belangrijke maanden als het gaat om het verlengen van sponsorcontracten. Maar het is zeker zo'n belangrijke periode als het gaat om het verlengen van seizoenkaarten. We hebben een mooie campagne gestart de afgelopen periode. Met het thema Wij binnen er altijd. Nou, dat blijkt ook wel. Als we kijken naar de afgelopen thuiswedstrijd. Cambuur Helmond zitten gewoon meer dan 8000 mensen op de tribunes. Morgenavond spelen we tegen, of zaterdagavond, sorry, spelen we uit tegen Telstar. Daar hebben 260 mensen ingetekend die meegaan in die uitwedstrijd. Dus wij binnen er altijd geld in alle opzichten voor deze club. We hebben ook al meer dan 500 seizoenkaarten verlengd. Dus 500 verlengingen zijn binnen. Daar zijn we ontzettend blij mee. En waarom is het nou zo belangrijk dat die seizoenkaarten verlengd worden? Dat is één, financieel ontzettend belangrijk. Want we willen hetzelfde spelersbudget hanteren als dit seizoen. Dus we willen sportief op niveau blijven. En ook investeren in die spelersgroep. Daar hebben we geld voor nodig. Dat halen we voor een groot deel uit seizoenkaarten. En twee, we laten ook in de stadiondiscussie zien hoe groot de club is. Dat doen we al jaren en dat moeten we ook komend jaar blijven doen. Met al die mensen rondom deze club, supporters, sponsors, iedereen die bij deze club betrokken is, laten we zien hoe groot we zijn. En dat moeten we ook blijven doen. Deze club die al sinds 1964 zo'n belangrijke rol inneemt en plaatsen inneemt in de samenleving, verdient ook een mooie toekomst. Iedereen weet dat we daar iedere dag ontzettend druk mee zijn en we hopen daar ook over niet al te lange termijn weer met nieuws te kunnen komen. In ieder geval jullie te kunnen informeren over wat de status is van het hele project. Maar wij kunnen ondertussen maar één ding doen en dat is laten zien wie we zijn en hoe groot we zijn. En daar roepen we ook jullie toe op. En ik hoop dat iedereen daar gehoor aan geeft en ook volgend jaar weer bij onze mooie club op de tribune zit. En ik wens jullie voor nu in ieder geval een ontzettend mooi einde van het seizoen. Goede play-offs, succesvolle play-offs en dat we kunnen juichen met z'n allen.